Ik ben Liz Wassenaar. En ik ben Jose Roest. En samen leiden wij de Prince Princess Foundation. De Prince Princess Foundation is een non-profit organisatie die met behulp van vrijwilligers kleding maakt en verstuurt naar de allerarmste kinderen ter wereld. Ik ben geïnspireerd om deze stichting op te richten door deze foto, wat ik 14 jaar geleden nam in Oeganda op reis. De kinderen dragen oud, vies, gesleten kleding. En ik vind dat iedere kind recht heeft op een mooi, net stuk kleding, wat nieuw is, wat speciaal voor hen gemaakt is, zodat hij of zij zich de koninkrijk mag voelen. De vrijwilligers maken prachtige, kleurrijke jurkjes, broekjes en blouses. We gebruiken eenvoudige patronen zonder ritsen of knoopjes, zodat niks kapot gaat. De kleding is dus makkelijk om te maken voor mensen met minder naaiervaring. In Teilingen en de Bollenstreek zijn er meer dan 40 vrijwilligers die een steentje bijdragen aan deze organisatie. Heel veel mensen maken de kleding thuis. Maar voor diegenen die het leuk vinden, bieden we ook de mogelijkheid aan om in een van onze naaiateliers te komen werken. Dit is natuurlijk heel erg fijn voor mensen die sociaal contact opzoeken of die willen integreren, zoals statushouders. Je hoeft niet heel veel naaiervaring te hebben om de kleding te kunnen maken. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En als je geen naaiervaring hebt, ben je ook hartelijk welkom om te komen helpen de kleding strijken en inpakken. We hebben een heel enthousiast team inmiddels met ongeveer 6 dames. Sommigen nemen ook werk mee naar huis en komen dan weer heel enthousiast terug met jurkjes die ze gemaakt hebben. Dus we hebben veel plezier met elkaar. We versturen de kleding naar organisaties en projecten die te maken hebben met kinderen die in armoede leven. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld scholen en weeshuizen. Ik doe het nu denk ik ongeveer een maand of 9. We zijn hier begonnen in de Spelenwei met een klein groepje en eerst alles schoongemaakt en alles gereed gemaakt. En we hebben stoffen verzameld en het is echt heel leuk om te doen. Wij zijn blij dat het werk wat we doen zoveel positieve reacties oproept en dat het gewaardeerd wordt. We hebben een grote visie en we hopen door heel Nederland de Prince Princess Foundation te promoteren. En we willen ook naaigroepen oprichten in alle grote steden, zodat we veel meer kinderen blij kunnen maken met een nieuwe outfit.